Ja, mijn naam is Claudia en ik ben jullie reporter. Vandaag gaan wij mee met deze fantastische bus, een dubbeldekker uit 1967. Deze staat hier vandaag speciaal vanwege de Slag om Arnhem, herdenking van 75 jaar. En wat ik heel erg bijzonder vind is om mensen te spreken die met deze bus meegaan, die toch een bepaalde binding hebben met Arnhem of met de bus of met 75 jaar Slag om Arnhem. Hoe vind je dat om in deze speciale dubbeldekker te zitten vandaag? Het is eigenlijk wel leuk. Want ja, het komt niet zo vaak voor dat dit is. En weet je ook waarom deze speciale bus hier is? Omdat 75 jaar geleden is dat hier oorlog was. Kun je daar iets bij voorstellen? Nee. Maar door de verhalen die je van mensen hoort, komt het wel weer een beetje tot leven, toch? Dat je denkt van nou dat die mensen hier zo geleefd hebben en dat er oorlog is geweest. En als je die soldaten en zo dan ziet, kun je dan iets bij voorstellen dat die echt die oorlog is geweest? Of vind je dat heel ver weg van jou? Nou, mijn opa heeft wel de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Maar toen was hij was geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Okay, dus hij heeft het niet bewust meegemaakt. Hij was een kindje eigenlijk. Kon hij daar wel iets over vertellen, omdat zijn ouders dat hebben meegemaakt? Weet je dat? Nee. Zij is echt geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Wow. En dan kan u er waarschijnlijk wel wat over vertellen. De herdenking vandaag is voor mij de opoffering die de mensen hebben gedaan die hier zijn geland en hebben gevochten. We zagen van de week een documentaire over met een aantal nog levende veteranen die vertelden over wat ze hebben meegemaakt. En een ervan vertelde dat ze met 125 man waren geland, waarvan er 23 eruit waren gekomen. Dat zijn wel getallen waar je van stil wordt. Als je bedenkt hoeveel jonge jongens hier hebben gevochten en gesneuveld. Engelsen, Polen. En dan denk je, ja, dat is een opoffering die wij niet meer kennen. En dat vind ik heel indrukwekkend. Moeilijk voor te stellen toch ook? Heel moeilijk voor te stellen, ja. Heeft u een speciale reden dat u hier bent vandaag? Ja, ik vind het heel erg belangrijk om te herdenken wat er 75 jaar geleden is gebeurd. En ook dat mee te geven aan mijn kinderen, wat vrijheid is. Dat het niet vanzelfsprekend is. Ik kom zelf ook uit een gebied wat onrustig is. Mijn voorouders komen uit Oost-Turkije, daar is het ook onrustig. En ik weet wat het is om niet in vrijheid te leven. En als je dat ziet wat hier is, wat je die vrijheid die je hier hebt, dat is heel erg kostbaar. En heel herkenbaar ook. Ja, ja. En de verhalen die je dan hoort, want we zijn gisteravond ook bij de brug geweest. Dat is heel erg indrukwekkend met al die soldaten op de brug. Ja, daar krijg je een brok in je keel van. Want dat die mensen dat allemaal hebben gedaan en ja, die moed die ze hadden. Ja. Echte strijders. Ja, zeker. Ja. Die hun leven echt geven eigenlijk voor ons, hè, ja, als mens. Ja. Nee, daar ben ik me heel erg bewust van. En dat wil ik ook graag aan mijn kinderen meegeven, die bewustwording daarvan. Dat je beseft wat we nu hebben, hoe wij hier ons kunnen bewegen, hoe we kunnen denken in vrijheid. Dat het heel bijzonder is eigenlijk. Dat het niet vanzelfsprekend is? Zeker niet. Nee, zeker niet. Ik denk dat de meeste mensen hier in Nederland inderdaad vrijheid beseffen op het moment dat er een herdenking is. Omdat dan stil wordt gestaan van wat dat nou überhaupt is. Maar als je uit een gebied komt waar het altijd onrustig is, dan ben je er nog meer bewust van. En dat probeer ik echt aan mijn kinderen mee te geven. Van wat dat is. En dat je dat ook moet behouden, hoe je met elkaar moet omgaan om dat te behouden. Dat als iemand een andere mening heeft, dat je daar respect voor moet hebben. Dat anders denken, dat dat mag tot bepaalde grenzen. Maar dat dat van die ander is. En dat je daar niet overheen moet gaan altijd. En dat, ja, als iedereen dat een beetje zou proberen met het opvoeden, dan zou het nog mooier worden. Zou de wereld er nog anders uitzien? En beter. Dat is de taak dus van ouderschap. Dat je dat meegeeft aan je kinderen. En daardoor behoud je ook die vrijheid. Is er een naaste familielid die dit nauw betrokken heeft meegemaakt? Ja, dat zijn mijn ouders. En eigenlijk ook alle familieleden. En die hebben gewoon op een ochtend alles in moeten pakken met één kind.
om naar Winsen te gaan. En daar zijn ze in betrekking geweest. En dat was geen gemakkelijke zaak. En achteraf denk je wel eens, daarna heeft mijn moeder nog 9 kinderen gekregen. 9 kinderen, wauw. Meisjes en 1 jongen. Dus dan ben je wel sterk om dat allemaal te dragen na zo'n periode van oorlog van 4 jaar. Moeten ze er goed over praten? Nee, maar dat durfden die mensen allemaal niet. Ze heeft er wel eens wat over verteld, maar zo minimaal dat heel weinig is. En mijn vader heeft er eigenlijk ook nooit niks over gezegd. Wat ze wel vertelde was dat alles leeg was in huis, waar ze iets waren begonnen. Maar voor de rest hebben ze die pijn eigenlijk allemaal zelf gedragen. Weggestopt ook wel. Ja, dat is vaak. Het is ook niet gemakkelijk om, denk ik, al die elend te zien van mensen die van alles meemaken en die gewoon doden zien en noem maar op. Je kunt het ook niet bijna voorstellen wat er allemaal gebeurd is. Onmenselijk ook wel. Ja, ja, ja. Dus ja, jongens, laten we allemaal proberen om elkaar te verdragen en te luisteren en er voor elkaar te zijn. Ja, sowieso. Nog 1 vraag, wat denkt u dat waar uw moeder de kracht vandaan haalde, wat u aangeeft, nog 9 kinderen? Nou, ik denk geloof. Ook. Welk geloof, als ik vragen mag? Katholiek. Katholiek, ja. Ja. Ik denk dat vertrouwen gewoon kwam ook uit een gezin van 8 mensen, geloof ik. Of 9. En dat, ja, alles, het gebeurt gewoon om je heen. Ik denk ook niet dat je dat elke dag besef, omdat ze ook nog een klein kind had en het laatst van de oorlog is ook nog zwanger geweest van mijn 2e zus. En dat was ook een spannende tijd natuurlijk, net de oorlog afgelopen. Maar ja, dat gebeurde toen allemaal. We zijn wel heel erg verwend met voorlichting en anticonceptie. Wat is hetgeen wat u van uw moeder geleerd heeft? Nou, ik denk dat er elke dag een nieuwe dag is. En elke dag weer opnieuw de dingen ervaren die er gewoon zijn. Ja, reden dat je in deze speciale bus zit? Nou ja, het is een Engelse bus en ik hou heel erg veel van ouderwetse dingen. Dus zodra ik dan iets ouds zie, dan moet ik er ook wel vaak in of iets mee gaan doen. Een speciale reden dat je hier ook komt voor de Airborne? Ja, want ik kom eigenlijk uit Doetinchem. En daar vlogen de vliegtuigen overheen. En toen zei ik tegen mijn vriendin vandaag van ja, dan moeten we ook even naar Arnhem toe. Om te kijken wat er allemaal gaande is. Heb je naast een familielid die dit heeft meegemaakt? Ja, mijn oma en opa die hebben dat nog, maar dan in Amsterdam meegemaakt. En die zaten dan ook in de kerk. En dat er dan de bommen daarop vielen. En toen was ze met de zussen en zo, dus overal chaos. Dus dat was ook nog wel heel interessant. Konden ze daarover praten? Ja, maar nu steeds meer. Hoe ouder ze wordt, hoe steeds meer het terugkomt. Dus dan vertelt ze weer over dat ze... Nou ja, eerst was het dat ze gewoon... Het wordt steeds echter voor haar eigenlijk. Hè. Dus nu is ze dan ook echt dan... Als ze dan de herdenkingen ziet of zo, dan begint ze ook wel echt emotioneel te worden. Komt het toch, ja, wat je zegt, naarmate hoe ouder ze worden, komt het dichterbij. Ja, zeker. Het is echt... Ze beleeft het dan weer helemaal opnieuw. Betekent dat ook dat het voor jou ook meer gaat leven? Dat je het meer voor kan stellen wat er gebeurd is? Nou, ik ben altijd heel erg ook geweest van geschiedenis. Dus nou ja, de dingen die je dan ook hebt gezien, dat zijn dan natuurlijk niet mooie dingen. En mijn oma en de vader die ze ook vertelden. Of dat ze dan in Amsterdam rondging om eten te krijgen en zo. Dat is ook, ja, dat zijn geen fijne ideeën. Klinkt heel ver weg, maar toch ook weer dichtbij, omdat het je naast de familie is. Ja. Nou ja, het is lastig om het je echt voor te stellen, maar het staat wel dichtbij omdat je oma het je altijd vertelt. Mm.